Leden van de Raad, dames en heren, ik zie eigenlijk al dat u allemaal uw plaats heeft ingenomen. Ik ga even aandacht vragen, ook van de publieke tribune. Dan open ik hiermee onze raadsvergadering van 18 januari 2018. Een paar dingen die daarbij spelen. Het voorjaar komt eraan, binnenkort. Er is in het achterliggende jaren ook flink bezuinigd op het onderhoud van het openbare groen in de openbare ruimte. Het groene karakter van Apeldoorn is een belangrijk kenmerk. Het groene karakter draagt ook bij aan het toeristisch toplandschap. En dat brengt ons tot de volgende vragen. Aan het college, wat is er al in 2018 mogelijk om tot een verbeterde uitvoering van het groenonderhoud te komen? Zonder dus te wachten op uitvoeringsplannen wellicht. En twee, is het mogelijk om de raad hier begin maart 2018 of eerder over te informeren? Ja, dank u wel, meneer Kloosterman. Dank u, voorzitter. Ik kan met vraag 2 beginnen. Ik kan u nu al enkele dingen noemen. Dus dat kan ik vrij snel afhandelen. Ik ben het helemaal eens met hetgeen u stelt. Ja, we moeten inzetten op groen. Om voor heel Apeldoorn, voor alle onderdelen, een stap hoger te zetten, namelijk onderhoudsniveau A, dat vergt enig rekenwerk. Echter, we hebben goed gekeken, goed overlegd, voor één onderdeel, namelijk onkruidverwijdering in het openbaar groen, spreek onder de heesters. Dank u wel, daar gaan we. Stemming. VVD tegen lokaal Apeldoorn. Voor. 50 plus. Voor. Partij voor de Dieren. Voor. PSA. Voor. SGP. Voor. ChristenUnie. Tegen. Partij van de Arbeid. Tegen. Het CDA. Tegen. GroenLinks. Met de uitleg van de wethouder tegen. En D66. Tegen. Dank u wel. Met in achtneming dat ook mevrouw Elbertsen deelneemt aan deze raadsvergadering van de VVD. 10 stemmen voor en 28 tegen. Dus dat betekent dat het amendement niet is aangenomen. Dank u wel. De heer Eklens, lokaal Apeldoorn. Dank u wel. Lokaal Apeldoorn kan instemmen met de verklaring dat het college in samenwerking met de raad maatregelen heeft genomen. Wat lokaal Apeldoorn betreft zijn het ook de juiste maatregelen. En we zijn, net als net gezegd, dus blij dat niet alle aanbevelingen van Binnenschot worden overgenomen. Ook met name over de strengheid van de controle. Dat moet uitgaan van vertrouwen en moet geen heksenjacht worden. We zijn blij met die keuze, dus we kunnen ook instemmen met dit voorstel. Dank u wel. Kijk maar. Dat was het indienen, dank u wel. Ik zie hier de nodige reacties komen. Meneer Hendriksen. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Smaal, u hebt recht op uw eigen liberale standpunt. Maar er ontstaat bij deze ook een nieuwe stroming, een nieuwe politieke stroming. En dat is namelijk selectief liberaal. Want u had het over een ondernemer en die zo mogelijk tekort gedaan zou worden. Er was ook een ondernemer die wou graag een initiatief nemen op het gebied van outlets. Daar was u op tegen. Dat was niet zo liberaal. En nu komt ze. Nee, ja, dit is wel appels met peren vergelijken hoor, moet ik eerlijk zeggen. Het lijken me allebei initiatieven in vrije economische ruimte. Even het volgende. De ongelijkheid die in dit voorstel zit, die blijft net zo hard bestaan, zo niet nog extremer, want er wordt nou alleen een hard verschil gemaakt tussen de binnenstad en de andere ondernemers. En dat kan een aanzet wezen tot veel juridische haakloverij en een ongelijk speelveld.